Jasper Wessels bouwt en ontwikkelt overal. Vandaag ben ik onderweg naar de PC Hoofdstraat, waar Wessels Zeist bezig is met het bouwen van een aantal panden. Ik ga even een kijkje nemen. Wat maakt bouwen op de PC Hoofdstraat nou zo bijzonder? Nou, de locatie natuurlijk, want je spreekt over de PC Hoofdstraat. Drukstraat, veel mensen, veiligheid wordt hier heel hoog in het vaandel genomen. Omdat je natuurlijk in een hele drukke straat aan het werken bent. Hoe is dat zo gekomen dat jullie hier zoveel projecten doen? Dat komt eigenlijk door een architect, Wim Gietmans. Die hebben wij jaren geleden ontmoet. Toen hebben wij de IT gesloopt in Amsterdam. En die heeft ons eigenlijk na een aantal jaren weer benaderd. En die vroeg of dat wij interesse hadden om in de PC een bouw te realiseren voor een nieuwe relatie voor opvangen. Wim, als architect, wat is jouw visie op zo'n pand als dit? Dit is gewoon een heel bijzonder pand. Heel vaak is er bij dit soort projecten eigenlijk niet zoveel eer te behalen. Want een opdrachtgever wil gewoon zoveel mogelijk vierkante meters om het goed te kunnen verhuren. Deze opdrachtgever is heel bijzonder daarin. Hij is een kunstliefhebber, hij kent heel veel mensen in de kunstwereld, architecten. En hij heeft hier bij een project wat wij al aan het doen waren, gevraagd of MVDV een heel bijzonder ontwerp wilde maken voor de gevel. Dat is eigenlijk gelijmd met lijm zoals ook tandartsvullingen werken. Oh, yeah. Dus er wordt een plasje lijm op zo'n steen gelegd. De volgende steen wordt daar opgelegd en heel nauwkeurig gepositioneerd. En vervolgens komt er een UV-lamp op en in 30 seconden zit het muur vast. En dan kun je er ook niks meer mee. Dus het heeft ongeveer een jaar geduurd om 9 meter gevel te metselen. Maakt dat complex dat je in zo'n drukke winkelstraat aan het bouwen bent? Het maakt het complex omdat je op een postzegel aan het bouwen bent. Het is een stukje sloopwerk, nieuwbouw, ruwbouw, afbouw. Alles zit er eigenlijk in. Een bijzondere gevel. Dus ja, dat maakt het wel leuk. Uitdagend. Superleuk om maar weer eens te mogen zien dat Volker Wessels door heel Nederland aan het bouwen is. Dit was de laatste vlog voor 2019 en ik hoop jullie allemaal terug te zien in 2020. Nu ik hier toch ben, ga ik nog even lekker shoppen.